Yo, what is up, dames en heren en fellow nerds. Vandaag gaan we Marvel's Avengers spelen. En waarom doen we dat? Omdat deze maand is daar de nieuwe grote DLC, de derde DLC, tot nu toe nog de grootste, War for Wakanda uitgekomen. En I know what you're thinking. Je hebt zoiets van, waarom speel je dit? Marvel's Avengers is a dumpster fire. Ik kan je moeilijk ongelijk geven. Maar ik heb het tot nu toe nog altijd vermaakt met de verhalen van de campagne. Dat was met Hawkeye Future Imperfect. Zeker zo. Dat was qua verhaal best wel tof. De main story was heel erg tof. Maar dit gaat over Wakanda. Is dit je vader's vader? Long ago, a meteor plunged into the land of Wakanda. Wakanda was not an advanced nation then. It was a group of warring tribes. The meteor brought them together because it contained the metal we now call vibranium. Vibranium made Wakanda. With it, we advanced. We repelled outside forces. We connected with our past and our Panther God. You challenged your uncle to become the Black Panther. But you were born to be king. Not all can do both. Not all receive past blessing when they do. You made a difficult choice, closing Wakanda's borders when you thought your friend had died. I do not begrudge you it, but this new threat is different. You have no idea how far these people will go to take what they desire. A corruption has followed in the wake of Ulysses' claw, made of the vibranium that keeps the heart of Wakanda beating. And that corruption is spreading. Only one man now stands in its way. T'Challa. You. Black Panther, War for Wakanda. Dit is dus een DLC. Met multiplayer aspecten, maar natuurlijk ook een singleplayer campaign. Met de singleplayer campaign ben je naar verluid van 2 à 3 uur bezig. Ik heb het dus nog niet gespeeld. Dit is letterlijk de eerste keer dat ik het ga spelen. Dit is de openingsmissie. En ik ben benieuwd of ik mij kan bekoren. We clear? Clear. Let me sit the next charge. Waarom zijn bad guys zo vaak in roze tegenwoordig? Vooral 2 jaar geleden was dat echt een hype. Go away. Beloved, you let him go? Yes, Okoye. For now. Won't he warn the others? And still they will be at a disadvantage. He will lead me to his friends, then to their leader. Ik weet niet wat ik van die voice actor vind nog hoor. Weet je, het is heel even wennen. Natuurlijk omdat we natuurlijk Chadwick Boseman gewend zijn. Dus ja, weet niet, moet ik heel even wennen. Nieuw character dus, Black Panther, zat er nog niet eerder in. De vorige DLC kregen we Hawkeye. En ik moet zeggen, ik vind Hawkeye niet een cool character. Maar hij had wel een hele toffe skill set en moveset. Dus dat was best wel dope. We spelen dit trouwens, mocht je het je afvragen.
We spelen dit op de Xbox Series X. Dit is dus de next gen versie van Black Panther, van Marvel's Avengers. Ik heb de game ook op PC gespeeld. Maar dit is zo'n game die je af en toe gewoon lekker pick-up en play doet, weet je wel. Is makkelijker op console. Marvel's Avengers is over het algemeen grafisch gezien best wel een mooie game. Ik moet zeggen, wat ik tot nu toe heb gezien van deze jungle, heeft me nog niet helemaal weggeblazen. Even kijken, certain enemies become overcharged. When this happens, they are more resistant to damage and are able to perform special attacks that are only available while in the overcharged state. Okay, cool. How many times must I teach them this lesson? Oh, wow. Wow. I do believe you are right. Good. Call him. Get in my ass whooped here. What? Ik kom niet eens in de buurt, man. What the hell? Okay. In principe zou je dit zo moeten kunnen spelen zonder geleveld te zijn. Nou, deze gaan we skippen. Must I teach them this lesson? It's the Black Panther! I do believe you're right. Good. Deze hebben we nu. Gelijk maar een special move gebruiken. Oké, dat rooi is dus Corrupted Vibranium. Daar gaat eigenlijk ook een groot deel van het verhaal over. Je kan hem nog wel steeds raken. Maar het doet nog niet zoveel. Ik weet niet hoe lang deze staat blijft, maar... Oké, we hebben ze. En dit blijft natuurlijk wel een ding van Marvel's Avengers. Het is wel heel erg Battle Mash hoor. Er komt weinig strategie of tactiek bij kijken. Het kan wel. En dat zien we heel af en toe in een boss battle. Maar over het algemeen is het voornamelijk dit. Searching it for intel. Should I tell Princess Shuri? She will receive the after-action report. Plans for some kind of sonic cannon. Claw is targeting the shield around the city. I need to get that fast. Was that the tunnel to Burning Zana? I am going there now. Ja, de voice actor doet het hem niet voor me, man. Het is net te ver van Chadwick Boseman verwijderd. En ja, I know. Dit is Marvel, the game. Niet de Cinematic Universe. Ook niet daarop gebaseerd. Maar weet je, iets wat zo ontzettend groot is, kan je gewoon niet negeren. Ik ben benieuwd wat de ultimate moveset is. Trouwens, je kan ze dus vastpinnen met die speer, hè? Oh. Je kan ze dus vastpinnen met die speer. Dat is op zich wel een dope move. Oh crap. Waar ging hij heen dan? Alright,
Oké. Dit is finished. En ik moet zeggen, ik heb inmiddels alle DLC gespeeld voor Marvel's Avengers. Send your forces to the shield. That is where Claw's men will be headed. Ik vond die chick met die pijlenboog. Ik ben heel even Kate Bishop. Vond ik niet cool. I am sharing it with you now. Ik vond Hawkeye Future Imperfect cool qua verhaal. Jammer dat ze de grote plot twist al hadden weggegeven. Vibranium has spread to this part of the jungle too. How is it moving so quickly? I do not know yet. It must be destroyed. Kijk, hij pint ze alle twee vast aan de grond. Dat is wel een coole move. Heb je ook wel wat aan in multiplayer namelijk. Oh, wauw. De vibranium kan je dus niet aanraken. Oh, wauw. Wat gebeurt hier? Wat moet je doen? Destroy. Ja. The spire is shielded when in this state. Oké, dus deze kunnen we wel raken. Ja, zeker. En dit zijn dan weer eigenlijk een beetje de bekende mission mechanics van Marvel's Avengers. Die zijn over het algemeen niet heel erg creatief. De corruptie is vernietigd en Closeman pacified. Time to open my shortcut. En ik hoop dat ze daar meer variatie in aanbrengen in deze singleplayer. Maar we gaan het zien. That never gets old. I will admit it. That was very nice. It is not every day I earn praise from the leader of the Dora Milaje. Oké, moet ik daar naar boven? Lijkt het wel op, hè? Kunnen we hier opklimmen? Nee. Hier wel. Je moet wel specifiek het pad volgen wat natuurlijk wat ze voor je uitgestippeld hebben. Via die kant dus. Oké, scheelt niet veel. Ja, ik weet niet man. Dit bosgebied ziet er niet heel erg mooi uit, moet ik zeggen. En dat terwijl juist bosgebieden vaak heel erg mooier uitzien in games. Shoutout naar Metal Gear Solid 3. Oké, hij kan een double jump. Yep. Dat is handig. Does Princess Shuri know about this pass? She does. All potential Black Panthers do. I have not seen this cave since I was training with my uncle. Like stepping into a memory. I remember breaking this looking for a way in. Explosives were not a good idea. We moeten altijd al die doosjes even kapot trappen voor resources. Daarmee kan je je gear namelijk weer upgraden. Wat zeker later als je langer de game speelt. Dat je er zeker wat in hebt. Past reaping the souls of Wakanda's invaders. She protects us always. Nee, dit is wall running? Nee, hoeft niet. Ik was heel even bang dat ik tekort zou komen. Breakable walls. Ja, yeah, oké, okay, cool. Been there, done that. Zat al in de game. En een kissie. Het is een blijft een looter action game. Een looter beat 'em up. Back gewoon niet zo lekker, hè?
strange to walk this as the Black Panther. My uncle did his best to protect me from the Nightmare. I hope I do not let him down. Oké, okay, moeten we hier gewoon snel doorheen? Voelt een beetje als Indiana Jones-achtig dit, man. Kijk, hier wallrunnen. Ging niet helemaal goed. Still got it, though. Here we are. I wonder what Uncle would think about all this. Okay, nu? Of is dit weer een lift? It is clear Ulysses Claw fancies himself a technologist. A sonic cannon. Perhaps the one thing capable of taking down Wakanda shields. I have underestimated the lengths to which he will go to obtain vibranium. Ik zweer je, man. Marvel's Avengers Square. En Crystal Dynamics hebben echt een lifte fetish. Het is niet funny meer. I remember when they modernized the technology behind this tram. Uncle was vehement that it still looked the same as it did 1,000 years ago. What in boss name? This was not dug, but cut. Some kind of sharp metal drill. Gaan we Ulysses Claw tegenkomen? Ik denk het wel. Het ding is wel, dit doet me natuurlijk heel erg aan een tomb denken. Een iets waar Crystal Dynamics aardig wat ervaring mee heeft. Noem maar een Tomb Raider natuurlijk. De reboot. Goede reboot, zeker weten. So these have been time to whoop the asses. Ik heb geen idee wat deze aanval nou deed. Ik gebruik de LB, maar er gebeurde niet bijzonder veel. Hey, ga ik nog gered worden? Black Panthers. Hard to set the fire in this way. Claw and his minions must be stopped. Bashenga wanted every new Black Panther to remember why he received the title. 10,000 years ago. The tribes of Wakanda were at war. Oké, we gaan een geschiedenisles Wakanda krijgen. Komt ie. The meteor carrying vibranium crashed to Earth. That meteor became the vibranium mound that overlooks the Golden City. Ja. Dit moeten we een bepaalde volgorde doen. Inside the mound grew the heart-shaped herb. A gift
from Bast herself. Okay. Wat zijn de logootjes dan? De eerste is... Ja, Jezus, hoe omschrijf ik dat dan? En een ronde die eruit ziet als een TIE Fighter. Oké, dit is de eerste. Ja. Yeah. Ronde die eruit ziet als een TIE Fighter. Die zie ik niet eens. Oh, hier. Ja. Yeah. Wat nog meer? Oké. Gek iets. En een pineapple. Deze. Ik noem het een pineapple, maar deze is er. Ashenga ate the heart-shaped herb. And Bast blessed him with the powers of the Neck Panther. Kerel, kijk, dit is wat ik bedoel. Dit is wat ik bedoel. Dit ziet er awesome uit. What are outsiders doing in Wakandan airspace? I let them in. Frontmen made it to the city border and you are not here. I will deal with the Avengers later. First, I must take Core Sonic Cannon offline. And the Avengers keep those men busy. Draw their attention away from the cliff side. There won't be a problem. But if the shield comes down, they can help you. Stop it! He can't get to the cannon! I have it handled, sister. We don't have much time before they are through the shield. I must hurry. Right, you can be more like it. Nee. Het houdt niet op. Heb ik hem nou eraf gegooid? Oh. Ik weet niet wat voor aanval dit was, maar... Ja, Wakanda ziet er wel echt fantastisch uit, man. Kijk, dit is wat ik bedoelde. Dit ziet er dope uit. Jeetje, man. Ik word zo gek van die projectiles. Dingen. Het is wel echt een verstand op nul type game, helaas. Bijvoorbeeld net ook die puzzel die erin zat. Het was niet verkeerd. Maar het is wel lange na niet op het niveau van bijvoorbeeld de Tomb Raider. En die ervaring hebben ze. Dan moeten we toch met betere staf kunnen komen. Of is het gewoon niet het type game ervoor? Zeg maar, zit het gemiddelde Marvel's Avengers publiek... Ik weet niet precies wat de publiek inhoudt.
daar niet op te wachten of zo? Oké, hier is die Sonic Cannon. Exaggerating. Hey, Panther boy. What now? I'm gonna kick your ass. Now you may just lose yourself. Crossbones at your service. You want this to hurt more? We're coming now. This well-spoken. Nah, darling. I pulled out all the stops for the kids. Strange choice for our last words, Crossbones. You keep hitting. This is hilarious. He is shielding the cannon. Nee! Ik kan daar gewoon niet op tijd wegspringen, joh. Je moet doortje indrukken zodra je dat cirkeltje in beeld ziet komen. Eindelijk, het is gelukt. Hey, ik wou net zeggen. Not going down that easy. You are not what I'm after. I am enjoying this. Het is wel een timingsdingetje, merk ik. Oké, wat moeten we nu doen? Oh, wauw. Ik dacht dat we hem al hadden, joh. Shuri, Okoye, the cannon is down. Maybe next time. Okoye, bring the Avengers to the palace. Your weapons down and your hands up. We're here to see King T'Challa. Good. Because he wants to see you too. Wakandans zijn zo cool, man. You're in trouble. En waarom ziet Tony Stark er zo uit? Ik ben de game dus opnieuw begonnen. Op Xbox Series X. En daar heb ik de originele Iron Man skin nog niet vrijgespeeld. Moet je eerst de main story weer opnieuw spelen. Maar dat heb ik al gedaan. Dus kom vanzelf. Ik speel nu gewoon elke keer de story bits. You made it. King T'Challa. Princess Shuri, we didn't know AIM was following us. If we had...
Do you know why AIM has taken a sudden interest in my country? It likely has something to do with us stealing a very powerful weapon of theirs. And destroying another one. I see. If it is any comfort, you did not lead Advanced Idea Mechanics to our doorstep. We've been swatting them like flies for weeks. So you know about the corrupted vibranium? What it can do to things and people. We are working on a treatment for those affected by it, and are narrowing down its source, but how do you know about it? Because we've seen it outside of Wakanda. That's not good. This means Ulysses Claw is doing more damage than we anticipated. He's the head of AIM operations here. From the information we've gathered, he's deeply entrenched in the black market vibranium trade, like his father was. You're not concerned? Only by his sonically based technology. It disrupts anything made of or powered by vibranium, including our shields and scanners. But AIM will not be cloaked forever. I can promise you that. We believe that technology has something to do with the corruption. Then we made it just in time. Ah, to offer help. To ask for yours. Now that we know AIM's involved, we can give you information, if you need it. But vibranium is your specialty. Map the locations of corrupted vibranium outside of Wakanda. We need to know how far it has spread, and plan a dispersal method for medical treatments. I'm on it. Have a look around. You can see what we are already doing to fight Claw and AIM. And hopefully make ourselves useful. He doesn't care much about you. Captain Rogers, can you meet me in my lab? You will find it to your right. I'm on my way. Alright. Okay, hier zijn we in Wakanda. De eerste missie zit erop, maar ik ren nog heel even snel door dit nieuwe gebied heen. Zodat je kan zien hoe die eruit ziet. Dit ziet er cool uit. Ik vond die jungle op het begin vond ik niet zo heel bijzonder. Kunnen we hier langs? Waarschijnlijk niet. Nope. Wel, kijk, wel een mooi uitzicht hebben ze daar hoor. Sowieso de eerste keer dat je die stad ziet opdoemen. Dat is wel een magisch momentje moet ik zeggen. Kunnen we hier ook niet weg? Ik ben bang. Ik ben bang jongens dat we toch eerst missies moeten gaan spelen. Voordat we naar buiten mogen verkennen. Hier misschien dan? Ja, kijk. Is de suit. Is dit Shuri's laboratorium? Ik denk het wel hè. Oké, kijk, hier kunnen we wel naar buiten kijken. Prinses Shuri. Nee, ik wilde niet met Shuri praten. You mentioned you would be willing to share some information. Whatever you need. Wakanda will have access to all resistance intel. Thank you. Now, I am surprised the corrupted vibranium has spread so far beyond our borders. We will need to contain the damage Claw has done. You got eyes on him? Ooh, tell him about the Kimoyo network. Kimoyo? This is the Kimoyo network. Well, part of it. In cap speak, it's the internet, but better. Much better. The Kimoyo network provides our people access to all of Wakanda's collected knowledge. We use it for communication, transportation, and a great many other things. All thanks to our Kimoyo beads. And she won't let us have one. Citizens only. We have been using the network to keep track of Claw's movements. He is quiet for now, but if he makes any noise, our warriors will find him. Well, I don't doubt it. Thank you for the data, Captain. And when you get a moment, there is someone else who wants to meet you. Dat komt volgende keer. We lopen hier nog heel even naar dit raam. Come down, down, down to my chambers. I would appreciate it. Follow the smoke. Huh. Oh, that's new. Gewoon even één laatste blik op Wakanda. Let it all soak in. En dan komen we langzaam op het einde van deze video. Dit was dus de eerste missie van Black Panther, War for Wakanda. De nieuwe uitbreiding van Marvel's Avengers. Zoals je ziet, als Marvel's Avengers niet je ding was, dan gaat dit nog steeds niet je ding zijn. Als je comic book nerd bent, net zoals ik, of een Marvel fan bent, net zoals ik, dan kan je hier denk ik wel mee vermaken.
De gameplay neem je dan maar voor lief. Maar je speelt om elke keer net een klein stukje verhaal vrij te spelen. Het is niet voor iedereen. Dat heb ik al gezegd. Het is ook niet een hele goede game. Dat heb ik ook al gezegd. Maar het is wel een vermakelijke game. Het is een beetje mijn guilty pleasure. Dit was hem jongens. War for Wakanda. Mocht je dit een tof video vinden, laat dan een duimpje omhoog achter. En vergeet ook niet te abonneren op dit kanaal. Alvast bedankt. Tot de volgende keer. Ciao.